Welkom bij de vijfde aflevering van de Lotgenoten podcast, waarin we het hebben over het boek dat Koen geholpen heeft elke discussie te winnen zonder enig conflict, hoe Jaro in 300 pagina's van marketing noob naar marketing kenner ging en hoe jij, onze lotgenoot, onderdeel wordt van de Lotgenoten Boekenclub. Enjoy! Vakka Jaro. Yo, Koen, vakka. Alles lekker? Lekker, man. Mooi zo, we zijn er weer. Het is weer... Het is weer zondag. Back up in this bitch. Het is zondag. We zijn weer brak. Een nieuw weekend, een nieuwe brakke dag voor Koen. Elk weekend is hij brak. Ja, ja, ja. Lekker man. Maar we hebben vandaag even een niet te zwaar onderwerp gekozen. Ja, dus ik denk dat het wel goed gaat. Ik hoef niet te veel na te denken dus. Precies. Je gaat het overleven. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ja. Ja, zoals de luisteraars in de intro al gehoord hebben. Vandaag gaan we het hebben over boeken. Die ons veel gedaan hebben. Ja. Vooral, hoe noem je dat? Zelfhelpboeken, denk ik. Lees je wel eens fictie ook? Zeg maar wat meer gewoon tories. Nou, ik heb dus, weet je wat het is? Ik, een paar van deze boeken, die heb ik wel uiteindelijk gekocht. Maar heb ik ook beluisterd. Ja. Maar ik merk dus heel erg met zelfhelpboeken dat je, als je ze luistert. En ik wil dingen opschrijven, maar als ik onderweg ben. En weet je, moet je op je mobiel opschrijven. Ja. Het gaat gewoon niet altijd even handig. Nee, ik doe dat ook niet, man, dat luisteren. Nee? Nee, dat werkt voor mij echt niet, man. Ik kijk ook niet op een e-reader en zo, maar ik wil gewoon een papieren boek waar ik markers in kan plakken en in kan schrijven en zo. Dat is echt de manier waarop ik het fijner vind. Ja, ik heb trouwens laatst nog gehoord, even terzijde dan nog gelijk, maar dat sommige mensen die luisteren een boek en die lezen tegelijkertijd. En zo blijf je wel op hoog tempo, als ja, klopt, het ware. Je kan dan op hoog tempo lezen, ja, dat kan. Ja. Dat en kan. En je hoort het natuurlijk, omdat dan wordt het allemaal net iets duidelijker. Ja, maar ik ben een skrale student, dus ik heb dat ook wel, dat ik soort van... Het kost toch weer een tientje per maand extra om zo'n luisterboek te checken, dus ik skip dat gewoon. Ik vind lezen prima. Ja. Ja. En ik wil graag een volle kast, ik vind dat gewoon wel vet. Laat gewoon veel goede boeken hebben. Uiteindelijk wel dat je ze hebt gelezen, niet dat je zeg maar een boekkast hebt en dan dat iemand van... En is dit boek goed? Dan zeg je, ja, geen flauw idee. Mijn ouders hebben boven fucking veel boeken. Man. Echt fuck, ik denk echt honderden boeken. En ik denk dat er een deel misschien niet eens gelezen is. Maar een groot deel ook wel. Maar voordat we 20 minuten aan het vertellen zijn over jack shit. ben ik best wel benieuwd, Koen. Ja. Oké, hoe gaan we dit insteken? Heb je, een boek waarvan je echt kan zeggen dat het meest impactvol was? Zeg maar, dat je echt zegt van ja ik ben... Zelf vind ik dat lastig, maar heb je een boek waar dat echt je leven heeft veranderd? Wat mijn leven echt heeft veranderd, dat vind ik nog wel lastig. Ik denk dat niet één boek zomaar alles kan veranderen. Nee, het is ook wel een combinatie van. Hè. Het is niet dan alleen een boek, maar het is ook bepaalde mensen die je helpen. Of bepaalde filmpjes of documentaires die je ziet. Ja, ik heb sowieso niet echt life-changing dingen, man. Ik heb meer dat ik gewoon een boek lees, die habits bijvoorbeeld oppakt. Die gewoontes oppak en dat ik dan een half jaar later merk... Oh, ik heb veel gezondere gewoontes opgebouwd. Ja. En niet dat ik een pagina lees... En dat ik dan een soort van het licht van God tot me voel komen. Nee. En dan... Als ik echt een boek mag kiezen waarvan ik zeg van... Waarvan ik weet dat het mij wel door de jaren gewoon al heeft geholpen... En gaat het blijven helpen... Ja. Is dit boek, How to Win Friends and Influence People... Van Dale Carnegie. Dus nog één keer. How to win friends and influence people. Ja, want ik praat een beetje onduidelijk. Ja, je praat super onduidelijk. Oké, dubbele tong van gisteravond. Dubbele tong. Ja, dat heb ik soms in de ochtend. Want het is al middag, maar het maakt niet uit. Maar vertel. En eigenlijk staan in dit boek, het is best wel een klein boekje. Ik denk, even kijken of pagina's. Ik heb deze dus beluisterd, als het ware. Aantekeningen gemaakt. En het is best wel een simpel boekje. Het staat... Eigenlijk wat de titel ook zegt. Je leert gewoon een soort van technieken om rustig te blijven tegenover de mensen. Als je van jouw mening wilt overhalen. Maar sociaal contact. Het is een soort van handleiding sociaal contact, voor sociaal contact. Zo zag ik het een beetje. Ik heb hem ook gelezen. Net als Warm Buffet. Sorry? Buffet. Nee, Buffet. Carlo, hoe spreek je dat uit ook weer? Warm Buffet. Warm Buffet, ja. Roost hem even in weet ik veel, de comments Warren of zo. Warm Buffet. Pak hem even aan. Ja, maakt niet uit. Doe maar. Mag ook wel. Moet ik dat ik deze nu even kent uitspreken? Als je Koen persoonlijk kent, app hem dat hij een sukkel is. Ah ja, dat je. Nog een beetje. Warren Buffett. Die heeft deze ook gelezen. Dat is het enige boek die hij ooit... Oh nee, hij heeft de cursus ervan genomen. Enige cursus dat hij ooit heeft genomen. En dat heeft hem dus echt over de jaren heen heel erg geholpen.
Omdat hij weet hoe hij relaties moet onderhouden met mensen die gewoon eikels zijn. Want het is allemaal, zijn heel veel zakenmensen waar die gast eigenlijk mee te doen heeft. Ja. Het zijn alleen maar op geld uit en dat soort dingen. Dus soms stijgt echt naar je hoofd. Dan irriteer je mateloos. Maar ja, als je zaken aan het doen bent, moet je wel... Doel is eigenlijk om een bepaald bedrag te krijgen of ja. een bepaalde relatie op te bouwen. Wat ik een mooi voorbeeld vind, heel even om het zo een mooi voorbeeld vind hiervan. Ik ben zelf best wel een heet hoofd. Ja, je bent echt een heet hoofd. En een rood hoofd, ja. Ik kan bijvoorbeeld wel eens hebben dat als er iets, ik zaken met iemand moet doen of iets moet iemand moet doen, zeg maar. En ik ben overtuigd van een bepaalde richting die we aan moeten nemen. En die ander is van een hele andere richting overtuigd. Ja. En we zijn allebei, zeg maar, dominant. Dat je dan heel erg gaat botsen. En wat ik eigenlijk tot nu toe altijd deed, was dat ik dan heel boos werd. En op een gegeven moment dan maar dat ding aannam van, ja, met deze vent valt niet te werken. Hij is gewoon klootzak. Fuck hem. Mm. Ja, weet je toch? Het ligt sowieso aan hem. Hij moet zich gewoon aanpassen. Mijn idee is het best later. Ja. Maar als je kijkt naar, zeg maar, het einddoel dat we hebben. Bijvoorbeeld dat ik iets bereik. Is dat een super domme aanpak. Ja. Want daardoor, het enige wat je dan krijgt is conflict. Hij zegt in zijn boek ook. Je hebt hem ook gelezen. Ik heb hem gelezen. Ja. De enige manier om een discussie te winnen, is door geen discussie aan te gaan. Ja, avoid argument. Ja, want het is zo. Kijk, het kan wel zijn dat ik bijvoorbeeld jou een discussie aanga. Mm. En dan win ik die discussie. Maar hoe vaak heb je niet gehad dat iemand in feite misschien een discussie heeft gewonnen. Maar dat je daarna dan wel dacht van, ja, fuck deze guy. Ja, luister. Hij heeft misschien wel gewonnen, maar ik vind hem wel een klootzak. Want hij brengt zijn punt fucking gaar over. En ja, oké, nu moet ik het dan maar gaan doen. Maar je doet het niet met passie. En dan is het eindresultaat toch niet... Ja. Optimaal. Dus dat was dat voor mij zeker, iets wat ik echt door mijn dikke schedel moet krijgen, nog steeds. Ja, nou weet je wat was, weet je wat ik een mooie vond? Soms heb je misschien lichte schuld ergens bij jou. Ja. Maar je moet ook gewoon mensen dan, als ze dan naar je toe komen en ze zeggen, ze zijn gewoon fucking mad op je of zo, moet je ook gewoon zeggen, hey, sorry man, spijt me oprecht. Ik ben een klootzak geweest. Dat is echt dom van mij geweest. Precies. Weet je, wat wil je erover kwijt? Hij zegt ook in het boek, toch een van zijn principes is ook van, als je iets verkeerd hebt gedaan, zeg dan snel en oprecht sorry. Zo snel mogelijk gewoon, oké, ja, sorry, ik heb dit inderdaad verkloot. En zeg het ook op een oprechte manier. En dan voorkom je ook weer dat, hè, die argumentatie van, hé. En het mooie dan is dan ook dat mensen zich dan na, want dan ga je een beetje doorvragen waarom ze dus boos zijn. Vaak willen mensen zich gewoon gehoord voelen. Ja. En dat is heel makkelijk. En dat is leuk hoor. Want dat betekent dat ze dan daarna gewoon wat gaan lullen. En wat gaan praten. En na 10 minuten zijn ze een beetje uitgeluld. En dan zijn ze opeens niet meer boos. Ja, true. Oké, als ik dan... Want het zijn verschillende... Het zijn iets van 7 principes of zo, toch? Die daar... je hebt dus... Ik zal even kijken. Je hebt dus... Deze kant op praten, man. Ik denk dat mensen je beter horen als je... Ik kijk nu naar het boek. Je hebt 3 verschillende delen. Ja. En dat is eigenlijk, het eerste deel is van hoe je mensen moet handelen, als het ware. Ja. Dus hoe je iedereen moet behandelen. Ja. Je hebt ook nog eentje, dat is zeg maar hoe je goede leiderschap hebt, volgens mij in mijn hoofd. En de derde is eigenlijk om mensen over te halen. Ja. En voor elk heb je een soort van technieken. Hoe je dat klopt. Kan en het is een leuk boek omdat er ook wel veel verhaaltjes tussen zitten. Dus het is voorbeelden. Hij legt een punt uit en dan vertelt hij daarna een verhaal van iets wat hij meegemaakt heeft of van een groot persoon. En dus het is zeg maar best wel een beeldend boek. Ja. Oké, heb ik 2 vragen. Ja. En dan wil ik doorgaan naar het volgende boek. Ja. De eerste vraag is welk punt vind jij van deze helpt jou het meest op een dagelijkse basis of wekelijkse basis? Ja. Oh, dat is oké. Dat is mijn vraag. Ik doe er nooit geen 2 tegelijk. Dat mag niet meer. Dat mag niet meer. Dat was de feedback die we gekregen hebben. Dat je niet 3 vragen in 1 moet stellen, want dat is kut. Dat is Jaro. Dat is nu Jaro. Stap voor stap. Maar ben niet van jou gewend. Maar nu de antwoord op de vraag, want anders gaan we het alsnog verkloten. Dus. Oké, dus wat was de vraag? De vraag was, welk punt of welke les uit dit boek helpt jou het meest op een consistente basis? Dus misschien is dat dagelijks of wekelijks. Ja, ik denk arouse in the other people an eager want. Dus ik weet niet of ik het nu heel duidelijk uitspreek weer met mijn Nederlands. Arouse in other people an eager want. Ja, dus betekent meer van denk niet aan wat jij wilt, maar denk aan wat de ander wilt. Ja. En probeer dat eruit te halen. Hè, je kan je boek laten inkorten en zeggen van ja, ik wil gewoon €9 ervoor betalen. En dan wil ik gewoon dat het nu gebeurt. Of je kan zeggen van luister, ik geef jou nu de kans om met mij connectie te maken. En ik heb 4 broeken voor je, in de toekomst heb ik er nog meer.
En als je het goed doet, ga ik het ook aan mijn collega's vertellen. Ja, het is dus laat eigenlijk de ander ook inzien wat het nut is van jullie transactie. Of jullie contact, zeg maar. Van oké, in plaats van dat je alleen komt halen, kan je ook iets brengen. Ja. Zo vertaal ik het vaak een beetje. Ja. Oké, en wanneer zou je zeggen van oké, want ik heb best wel vaak dat ik op zoek ben naar een boek. En dat ik een specifiek iets heb. En welke, wanneer is dit nou een goed boek voor iemand om te lezen? Als hij wat zoekt, zeg maar, in een boek. Nou, ik denk dat we hebben in ons vorige podcast ook gehad over bijvoorbeeld over sales. Luister die ook even. Dus gaan hier niet nu alles vertellen wat in die podcast wordt verteld, zodat je die moet luisteren. Ah, precies. Marketing 101. Maar het gaat tenminste wel over dat je leert wel hoe je met mensen moet omgaan. Ja. Heel simpel. Dus als jij weer in de verkoop zit, je hebt je eigen bedrijf, je moet connecties maken. Het is gewoon fijn om te weten van oké, dit kan ik beter doen dan het andere. Ja. Heel simpel. Dus het heeft eigenlijk een beetje... Ik had inderdaad eigenlijk gewoon dat je beter wil worden in menselijk contact. Ja. Gewoon, dus eigenlijk wat hij ook zegt. Als je wil dat mensen van jou zien als een persoon van... God, dat is echt een aardige vent. En hij is meedenkend. Ja. Ja, tot een bepaalde hoogte altijd wel. Hè. Ik pas het wel... Tenminste, in het begin pas ik het bewust toe. Ja. Ik moet zeggen, over de laatste maanden is het steeds minder. Het is wel leuk dat we het nu eigenlijk weer opbrengen. Dus dan ga ik weer wat vaker toepassen. Ja. En het is gewoon meer... Het is gewoon voordelig om soms inderdaad argumentaties te voorkomen. Discussies te voorkomen. Ja. En in zakenleven kan het best wel toepassen. Ja. Maar weet je wat trouwens wel een dingetje is? Want onze podcast gaat over lotgenoten podcast. Iets is... Ja. Ik vind het belangrijk om zeg maar dingen te horen van andere ondernemers. Zodat ik een beetje leveled playing field heb. Van oké, hoe doen zij dat nou? Mm-hmm. Want je hebt altijd hier even... Ja, ze staan allemaal om 5:00 a.m. op. En werken de hele dag. En grind hard. Hustle. Bla, bla, bla. Ja. En ik heb soms wel die momenten dat ik denk van... Ja, oké, ik vind het nu gewoon best wel lastig om niet te gaan Netflixen. Of dan heb je daarom de lotgenoten. Want ik denk dat er meer mensen hier last van hebben. Even in dit boek staat... Dat je het altijd bij je moet houden. En dat je eigenlijk elke week een review moet doen. Van wat erin staat. Zodat je het... Top of mind houdt en zo. Maar ik ben nu 7 Habits of Highly Effective People aan het lezen. En daarin staat dat ook. Ja, en Master Your Mindset van Michael Pilar, daar staat dat ook in. Napoleon dus Hill. Als je al die boeken leest, heb je op een gegeven moment zeg maar een boekenlijst van gewoon 10 boeken. Die je dan volgens hun elke week moet checken. Hoe doe jij? Hoe ga jij daarmee om? Of skip je dat gewoon? Want ik skip het eigenlijk gewoon. Ik moet zeggen, je hoeft het niet met elk boek te doen, toch? Dus ik heb het meer met de boeken die ik echt het belangrijkst vind. En denk van, op dit moment kan ik daar nu wat uithalen. Ja. Dus we hebben het nu weer... Kijk, ik heb het boek gewoon een half jaar niet aangeraakt. Ja. Maar ik heb ook tegen mezelf gezegd... Als ik nou 1 keer in het half jaar eventjes ga doorlezen weer... Of even mijn aantekeningen erbij pak... Ja. Dan doe je even een opheldering. Ik bedenk misschien een paar situaties waarin ik kan toepassen. Ja. Zakelijk. Ja. En dan laat ik het weer links liggen. Ja, dat doe ik ook inderdaad. En als je het gevoel hebt van... Oké, ik had gisteren had ik een overleg. En ik wou diegene overtuigen voor iets. Maar dat ging echt drastisch mis. En ik heb gewoon echt naar zijn pot gepist. Ja. Pak er boeken bij. En ga jezelf even reviewen. Van oké, luister. Iedere maand. Het staat in iedere maand doorlezen. Lees elke hoofdstuk 2 keer. Dat heb ik wel gedaan, man. Ja, ik heb elke hoofdstuk gelezen. En ben ik daarna gelijk weer vooraan begonnen. Ja. Zodat ik het eigenlijk elke 2 keer na elkaar las. Ja. Oké, maar dan wil ik nu graag naar het volgende boek. Dus voor jou, Jaren. Als dat voor jou trouwens ook. Ik weet niet of je nog iets kwijt wil over het boek. Ja, trouwens. Dus als mensen nog vragen hebben over het boek, kunnen ze natuurlijk altijd vragen. Het boek zelf kost echt... Volgens mij is het 8 euro, 7 euro. Het kost ik weet niet, man. Het was voor mij ook niet zo duur. Nee. En je hebt hem ook in het Nederlands. Dat Nederlands. Is, luisterboeken. Is misschien vrij ook fijn. Misschien heb je hem zelf op YouTube. Ja, en... Mocht je er nog vragen over hebben, stuur Koen een berichtje. @neurokoen op Instagram. Toch? Ja, of Jaro. Of Jaro, @jaroknoppert op Instagram. Netjes. Dan als je nog vragen hebt of zo, dan... Wij vinden het wel leuk om ook tenminste van andere mensen te horen hoe jullie dit inderdaad vinden. Ja. Of jullie er überhaupt naar luisteren en waar willen jullie graag over wat meer over horen. En als je suggesties hebt zelf qua boeken, dus als je zegt, hey, lees dit boek, dan hoor ik dat heel graag. Ja, ik ben altijd op zoek naar boeken die aanraders zijn. Dus dat zou ik echt tof vinden als ik dat als er iemand is die me daar wat voor zou sturen. Ja. En als je vragen hebt over andere boeken die misschien interessant zijn, dan stuur dan ook
Gewoon een berichtje. Dan, ik heb wel nog wel meer boeken die leuk zijn. Maar nu naar jou, Jaro. Want, ja, heb nu een boek. Ik ben meneer marketing. In ieder geval, ik vind marketing heel interessant. Marketing, sales, al die dingen. Dus het boek dat ik super interessant vind is Influence bij Robert Cialdini. Dat zijn 7 principes volgens mij. Die ervoor zorgen dat je zeg maar... Ja, invloed uit kan oefenen op mensen of manieren die gebruikt worden in marketing. En als je het leest, herken je er een hele hoop wel. Ja. Je hebt bijvoorbeeld het principe van social proof. Dat als al jouw vrienden iets tof vinden, dan vind jij ook veel sneller iets tof gaat vinden. En dat is dan onderbouwd met onderzoek. Is dat meer ook een soort van peer pressure? Een soort van schaapgedrag. Van, omdat de hele groep het doet, vind jij dat ook leuk. Ja. Als je een hele groep bepaalde muziek luistert, ga je eerder accepteren dat je dat soort muziek zeker, leuk ja, vindt. Precies. En tegelijk ook wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet zijn reviews online. Dus als je naar een webshop gaat en je ziet iets, dan zie je daaronder 5 sterren. En dan iemand, ja, super vet product, bla bla bla. Dat is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van op echt een concrete toepassing van social proof. Ja, dus even tussendoor. Even onze podcast beoordelen met 5 sterren. Als dit op dan geef je ons social proof. Dus even doen. Ja, even precies. Doen. Geef die social proof. Geef die social proof. Of nodig. Doe het niet. Of en dan, doe het niet. En dan fuck jou. Komen we je nog wel een keer tegen, vriend. Sluit hem met DM en dan komen we je achterna. Ja, maar hij gaat zichzelf sneertje. Ja, daarom. Super slim. En een andere is bijvoorbeeld wederkerigheid. Is dat wat je wel eens ziet. Is dat mensen... dat je iets krijgt. Bijvoorbeeld, wat er een bepaalde groep deed, was, die deelde dan rozen uit en vroegen daarna om een donatie voor een goed doel. En dat in het onderzoek blijkt dat er echt een gigantische stijging in donaties is, omdat we dus in ons brein, eigenlijk ons hele sociale construct van de maatschappij is gebouwd op, als je mij iets geeft, krijg je daar iets voor terug. Ja. Weet je toch? Als je naar de supermarkt gaat, je geeft geld, daar krijg je melk voor terug. Zo is onze hele maatschappij gebouwd. Maar het grappige is dat in ons brein, we zijn zo getraind om dat te doen, dat je dat een beetje kan hacken. Ja. En dat is dus ook heel leuk in dat boek. Er worden ook concrete voorbeelden gegeven van oké, hoe kun jij dat dan gebruiken? En sommige dingen zijn minder ethisch dan andere. Dat wordt er in dat boek ook wel aangegeven. Ja, sommige dingen zijn niet heel ethisch om te doen. Nee. Maar het is gewoon supergoed om voor sales, marketing en überhaupt voor het begrip van oké, hoe kan ik nou mensen overtuigen, meeslepen in wat ik doe? Daar heb je gewoon bepaalde hacks voor. Dus wat heb jij nu al... want wanneer heb je dit boek gelezen? Het is wel een tijd geleden, man. Echt een jaar of anderhalf jaar geleden. Ik moet hem eigenlijk binnenkort weer een keer opnieuw lezen. Net als, maar dat is mooi aan zo'n boek. Als je dan weer herleest, ga je met andere ogen eigenlijk belezen. Klopt, en dan neem je iets anders mee. Ja. Maar oké, je hebt vorig jaar dus wel wat meegenomen eruit. Wat is echt het punt waarvan je zegt van... Nou, dit heb ik kunnen toepassen. Na het eerste keer dat je hebt gelezen. Ja, super stom. Leuke verhalen, man. Er staan hele leuke verhalen in. En die kan ik dan weer gebruiken als ik gesprekken heb met mensen. Ja, het is super. Maar tof. Herinner jij die verhalen en pas je die dan Ja, toe? Man. Ja, nee, ja, nee die vertel ik gewoon. Die leg ik uit. Dus als ik concepten wil uitleggen. En verder... Storytelling of zo? Of, ja, nee, gewoon verhalen die erin zitten. Niet per se. Gewoon letterlijk in het boek staan verhalen. Ah, en die leg je uit? En ja, dat is een raar punt. Wat heb ik eraan gehad? Maar dat zijn gewoon leuke verhalen om te delen. Om bijvoorbeeld mensen meer uit te leggen over dat soort dingen. Nee, oké. Ja, dat is best wel... Ja, dat is een heel raar punt, maar dat is iets wat ik echt leuk vond. Daarom vind ik dat boek ook leuk om te lezen, omdat er echt leuke verhalen in staan. Je vindt het leuk om te lezen? Ja, ik kan wel snel een verhaal vertellen. Wat ik bijvoorbeeld fucking grappig vind, even een snelle... 2 broers in, weet ik, van 1900 ergens begin volgens mij, hadden in Amerika, hadden ze een winkel waar ze pakken verkochten. En een van die twee deed altijd, eentje was de salesmaker, dus de persoon die de sales deed, voor in de winkel. En achter in de winkel had je een man die maakte de pakken, dat was zijn broer. En zijn broer, die deed altijd alsof hij slechthorend was. Dat was de vent die zeg maar de pakken maakte. En dat deed hij gewoon door het gesprek heen met een klant. Werd er duidelijk dat die man niet zo goed hoorde. Nou, dan ging die salespersoon ging aan de slag met die persoon. Ging een pak in elkaar zetten. Ja, dit en dat en dus en zo. En dan uiteindelijk, omdat het een maatpak was, werd er berekend van oké, dat kost zoveel. Zeg, het pak is €600. Nee. Dan was zijn broer achter en dan riep hij naar zijn broer. Yes, we hebben een pak. En hij had dus al gezegd van ja, dat wordt ongeveer €600. En dan zei hij naar achter van we hebben een pak, dat moet gemaakt worden, bla 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 bla. Hoeveel gaat dat kosten? En dan
zei die broer... Oh nee, dat was van achter. Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. De persoon achter, die kon wel goed horen. Ja. De persoon voor, die uiteindelijk de prijs moest aangeven aan de klant, die was slecht horen. Dus je ging met die salespersoon, die zei het is ongeveer €600. Ja. Bla, bla, bla. Die ging naar achter, ging alle materialen pakken. En dan vroeg de persoon die met jou ging afrekenen, vroeg... Yo, hoeveel kostte dat pak nou precies? Ja. En jij had dus al gehoord van €600. En dan zei die broer... Ja, volgens mij 600. En dan deed die broer, die dus leek alsof hij slecht hoort, was hij... Oh, oké. Ja, nou meneer, ik hoor net, het is 450. Maar omdat jij dus denkt van, ja, die guy die hoort niet goed. Ja. Al die mensen dachten, oké, ja, deze guy... Die hoort niet goed. Ik heb nu €150 korting gecatcht, gewoon puur op geluk. Ja. Ik ga snel afrekenen. Ja. Terwijl die broers allebei heel goed weten dat het gewoon 450 al boven de vraagprijs was. Maar omdat mensen hongerig zijn op een goede deal... Ja, dat is die goede deal, man. Zorgen. Net lijkt alsof het geluk is. Ja, contrast. Eenmalen. Dat is een van de punten daar, is contrast. Hey, wat heb jij van mij van de week nog bezig op geattendeerd? Kijk, ik geef dus ook presentaties in lezingen. En voor mij is het gewoon belangrijk dat ik studenten natuurlijk help. Hè, met studeren ook. En daarna. Ja. Maar ook wel gewoon verder help. Dus ik heb bijvoorbeeld ook bij studenten een aanbod gedaan om 1-op-1 begeleiding te geven. En dat zou dus gratis zijn. En toen zei jij nog van ja, je moet wel... goed benadrukken dat bijvoorbeeld die eerste sessie een bepaalde waarde heeft. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, jij, wat het is, ik zou het nog meer zo uitleggen. Kijk, jij geeft gratis trainingen op scholen. Lezingen. Ja, het is, ja, inderdaad. Ja, dat doe je nu soms. Dat is niet voor iedereen, maar zeg maar dat als daar... En kijk, dat geef jij, dus dat is je geeft. Maar wat je daarvoor terug hoopt te halen, is dat je mensen kan overtuigen van het nut van jouw trainingen. Ja. En dat je... mensen verder jouw funnel, jouw sales funnel, zeg maar, in kan trekken. Ja, en wat je daarvoor aanbiedt, is mensen die kunnen dan een gratis training een uurtje bij jou volgen. En daarin wil je ze overtuigen, zodat je ze daarna meer trainingen van jou af willen nemen. Ja. Omdat ze de waarde ervan inzien. Ja. En jij bood dat aan op de manier van, ja, ik heb ook nog een gratis training, die kan je volgen. Vul dit en dit in. Wel eenmalig. Ja, zo precies. Van, oké, alleen eenmalig op deze dag voor jullie. Ja, en daar heb je dus schaarste, wat een van de punten is uit het boek van Cialdini, heb je daarin toegepast. Ja. Dus dat bedoel ik al, het gaat best wel natuurlijk, dat soort dingen. Ja, en het is ook gewoon iets wat je dus over tijd ook al leert en bij andere mensen ziet, dus neem je een beetje over. Precies, en toen zei ik, pas bijvoorbeeld ook het contrastprincipe toe, dat zei ik niet toe, maar zeg maar dat zet neer, nu eenmalig een training van een uur ter waarde van €100, gratis. Ja. Want als je alleen gratis ziet staan, dan is de waarde een stuk minder, als je ziet, was €100, is nu gratis. Ja, precies. Ja, dat doe ik ook in mijn verkoop soms hoor, als ik met voor donateurs aan het werven ben. De meeste mensen schrijven zich in voor, ja, €50. Maar ja, ik kan ook inschrijven voor tientje. Ja, oké, de meeste mensen zeggen, oh, tientje, ja, doe ik maar tientje. Ja. Of die denken bij €50, haha, gaan lachen. Denken ze van, je bent sowieso niet serieus. Maar als je, omdat je nog het contrast maakt, doe ze niet voor tientje, kan je dat altijd nog doen voor €6. Ja, €6 vergeleken 50, dat is toch helemaal niks joh. Ja, daarom is het ook super dom om in een winkel... Dat hangt een beetje vanaf, maar bijvoorbeeld dat komt ook in het boek naar voren. Van, om bijvoorbeeld in een winkel, als jij aan het zoeken bent naar een pak... en ik laat jou eerst een broek zien van €30. Ja. En daarna loop ik door van, ja, we hebben ook nog een andere broek en die is €300. Dan denk je, Jezus Christus, maat, dat is fucking duur. Ja, ik ga niet een fucking broek van €300 kopen. Dus als ik jou eerst een broek van €300 laat zien... Ja. En daarna een broek van €30, dan denk je, oh, €30 is fucking niks. Ja. Dat is easy, dat is... En als ik je er daarna eentje laat zien van 60, weet je wel, wat eigenlijk de middenmoot is, dan denk je misschien van, oh ja, dan heb ik net wat hogere kwaliteit. Terwijl als ik jou 30 laat zien en daarna 60, denk je, ja, 60 is wel veel geld, man. Ja. Terwijl als je die 300 eerst hebt gezien, die... Maar dat zijn kleine verschillen, hè? Dat is wel mooi. Daarom is het boekje van Cialdini heel interessant. Want dat zijn allemaal van die kleine dingen die je dagelijks tegenkomt op webshops, bol.com, Tui. Al die webshops gebruiken allemaal van dat soort dingen. Ja. Heb je hem trouwens bij je? Of niet? Nee. Want ik wil hem nog lenen, had ik nog gevraagd. Ja, je moet trouwens nog Duits boeken eerst lezen. Je mag boeken niet lenen, maar je moet ze zelf kopen. Fuck yeah. Dat weet je toch zelf ook, is beter man. Ja, natuurlijk, mag ik ook wel aantekeningen. Je zegt net zelf, aantekeningen en dat soort dingen. Ja, je mag hem van mij wel lenen, maar... Nee, omdat ik toen had gevraagd, maar toen zei je van ja, is goed. Ja, het mag ook wel, maar uiteindelijk heb ik gewoon niet gedaan om te kopen. Eikel. Ja, jij wil wat van mij. Ja, daarom. Arouse the eager one. Ja, je moet in mij een eager one. Maar oké, wanneer moeten mensen, of is dit leuk voor mensen om te lezen, als je een beter begrip wil krijgen van gewoon eigenlijk een beetje de basis kenmerk van invloed uitoefenen en marketing. Het is echt heel veel marketing steunt daarop, op dat gedeelte. Ja. Dus daarvoor heeft een goed basisconcept. Ja, dus we hebben nu eigenlijk, en ik denk dat we al even aan het spreken zijn ook. Ja, we zijn al vet lang aan het lullen, man. Dus we moeten zo meteen ook afronden. Maar ik denk dat we het heel mooi... Deze boeken slaan eigenlijk best wel goed op elkaar aan. Hè? Ja. Mijn boek vertelt dus
kort gezegd over hoe je één op één met mensen discussies kan voorkomen en mensen kan overtuigen, zelfs in lastige situaties. Ja. En jij zegt eigenlijk van oké, als je niet één op één contact hebt met die persoon, of misschien juist wel, maar ook, misschien ook. Het is ook eigenlijk zelfs, overkoepelend. Man, overkoepelend daarom. Nog eens, maar zelfs op de website kan je toepassen, in de winkel, maar in overleg ook. Dus ja, je kan misschien die details, breed. Die passen ook wel weer goed aan op boek van How to Win Friends and Influence People. Ja, zeker. Ja, dit is heel. Het, weet je, Cialdini is gewoon heel breed over het uitoefenen van invloed. En of dat nou is online, in een boek, in tekst die je schrijft, in een gesprek dat je met iemand hebt. Ja, ik denk dat van mijn kant is meer om dus mensen te overtuigen. Jouw kant is meer dus om uiteindelijk ook die technieken toe te passen om ze extra te kunnen overtuigen. Nog eventjes extra pit erin te gooien. Het is een beetje onderliggend. Het is wat overkoepelender. Ja. Dit is wat meer wat jij... Kijk, How to Win Friends and Influence People is echt een gesprekken met mensen. Ja. En daarin gedrag dat je daarin vertoont, grotendeels. Ja. En dat van mij is veel breder nog. Is gewoon, wat beweegt mensen nou om dingen te doen en hoe kun je daar misbruik van maken? Ja. Misbruik, gebruik, ja. Gebruik, misbruik, ja, allebei. In ieder geval, wat speelt daarin? Ja, dus dat is best wel mooi. Dus we hebben nu wel twee leuke boeken die op elkaar aansluiten. Ik denk, volgende week kunnen we wel doorgaan hiermee. Want ik heb nog wel een paar boeken waarvan ik zeg, die zijn echt vet. En die ga ik zeker in de toekomst toepassen. Ik zou dat niet volgende week, denk ik, al willen doen. Ik zou denk ik gewoon bijvoorbeeld eens in de 4 weken of zo gewoon zo eentje ertussendoor knallen. Dat kan ook. Dat zoiets, kunnen we ook doen. Toch? Ja, maar ik heb zeker wel echt een paar boeken die ik met jullie wil delen. Ook, ik lees ook elke 2 weken een boek uit, dus dan er komt genoeg voer weer bij. Ja, nou, nog iets leuks. Mijn doel was elke week een nieuwe boek, of tenminste 3 boeken per maand. Het is nu 1 maand voorbij. Je hebt er 1 uit. En ik heb 1 uit. Ja, zo gaat het. En bij de andere ben ik nu bij het laatste hoofdstuk, maar oké. Okay. That's life, man. That's life. Dat hoort erbij. Dus oké, ja, dit was hem voor deze week. Als je vragen hebt over boeken, nogmaals, connect ons. Ja. Voor mij het best via Instagram. Gewoon @JaroKnoppert. JaroKnoppert. Zo, nou heel mooi. En Koen, NeuroKoen. NeuroKoen. @NeuroKoen. K-O-E-N. Precies. Yes. En wat wil ik nog zeggen? Dat weet ik niet. Ja, we willen het waarschijnlijk ook gaan verfilmen dit. De podcast. Ja. Er zijn ook nog plannen voor de toekomst. Ja. Ik ben ook wel benieuwd of jullie dat interessant vinden. Ja, en ik ben heel benieuwd wie ons luistert. We hebben best wel veel luisteraars zien we in Analytics. Ja. Als je ons kent, stuur eens een berichtje dat je zeg dat maar je luistert. Dan weet als je ons luistert. Niet kent, vind ik het nog lauwer. Dan zou ik het echt fucking vet vinden als je een berichtje stuurt via Instagram. Je mag ook zeggen dat je het kut vond. Want daar hebben we ook een hoop aan, snap je? Het zou wel fijn zijn als je zegt wat je kut vond, zeg maar. Zodat we daarvan kunnen leren. Ja. Maar het lijkt me leuk om wat contact met jullie te hebben. Ook om te horen wat jullie willen horen. Waar we jullie mee kunnen helpen. Want uiteindelijk hebben we dit allemaal opgezet. Vooral om jullie verder te helpen. Ja, dus, en contact te maken denk ik ook wel een beetje. Gewoon te delen wat we nu ervaren. En het is het mooiste als we dat ook met andere mensen kunnen doen. Dus fijn weekend. Dat was hem. Dat was hem weer. Yes, fijne dag, fijn weekend. Tot volgende week. Later. Out.